Ja, ik zit op mijn werk. Ik neem de week met jullie door met een kleine boodschap. Mijn week, ja. Ik heb Death Becomes Her gezien met volgens mij de regisseur Robert Zemeckis. En Bruce Willis trouwens. Fantastische film. Heb je hem nog niet gezien? Briljante film. Ik dacht altijd dat het een soort chick flick was. Met Meryl Streep. Maar niets is minder waar. Ik heb er zo om moeten lachen. De jaren 80 vibe zat er helemaal in. Gaat over twee vrouwen. Nou, het is een beetje met een knipoog de aanklacht naar plastische chirurgie. Dat vrouwen altijd wat aan zich willen laten doen, tenminste deze vrouwen. En ja, er wordt zo de draak mee gestoken. Je moet hem zeggen, maar de scènes zijn perfect. De special effects zijn echt helemaal geweldig. Je moet hem zien. Ik ga er niet te veel over verklappen. Maar wil je jezelf trakteren op een leuke film en heb je een partner, misschien een vriendin, die denkt van, hey, dat lijkt me ook leuk, dan is dit de film die je eigenlijk dit weekend even moet bekijken. Death Becomes Her. Ik was er niet op afgegaan, heel eerlijk, toen ik de voorkant zag. Ik heb hem nog nooit eerder gezien, maar mijn vriendin zei, dat is een leuke film en ik hou van Robert Zemeckis, briljant. Dus dat heb ik gedaan. En lezen. Ik ben op mijn Marvel Unlimited app verder gegaan met de She-Hulk. Ik heb ook de omnibus besteld, daar zie je meer van in deze weekvlog. Maar ik kwam er wel achter dat de Marvel Unlimited, de She-Hulk, de Sensational She-Hulk, die hebben natuurlijk alle afleveringen die ooit zijn gemaakt. En ik heb de comic, ik heb de omnibus van John Byrne, wat ik veel fijner vind, want die man maakt gewoon kwaliteit. Als je kijkt naar de hele serie die op Marvel Unlimited staat van de She-Hulk, er zit heel veel pulp tussen. Dus dat onder andere dat ze Howard the Duck ontmoet, dat hoeft voor mij eigenlijk allemaal niet. En het heeft mijn interesse ook een beetje verloren. Ik ben wel weer begonnen met een andere serie, want ik dacht, ik heb de omnibus, daar ga ik lekker en verder lezen. En die andere serie van Marvel Unlimited, dat is dan de Daredevil. Is het echt retro? Ja en nee. Want ach, de oude, echt. De Kingpin komt terug, Daredevil komt terug, maar wat een gaaf verhaal is dat. Dus daar ben ik mee bezig. Ja, en voor de rest natuurlijk heb ik mijn portie Magnum PI weer gehad, wat super lekker altijd is. En we hebben nog even gechilled. Oh, we hebben een hele leuke game gespeeld. Heb je een PlayStation 4? Minimaal PlayStation 4. Dan zoek even in jouw PlayStation Store naar Knowledge is Power. En er staat een versie bij en er worden eigenlijk alle decennia's besproken. Nou, besproken kun je gamen. Wat houdt die game in? Je ziet de vragen op de televisie. Jij hebt je mobiel vast en want iedereen heeft, kun je spelen met je eigen mobiel. De vragen worden gesteld. Je ziet de vragen ook meteen op jouw mobiel. En ja, dan moet je goed antwoord geven op de desbetreffende vraag. Dus dat is heel cool en er komen wat hindernissen bij. Dat ja, soms bijvoorbeeld je scherm is bevroren, dat je heel hard moet tikken, wilt het ijs ervan afgaat en dat je dan pas op het goede antwoord kan drukken. En wat is hier nu retro aan? Nou, het spel is uit 2018, dus totaal niet retro. Maar de vragen zijn van, je kan kiezen uit 1980, 1990, 00 of 010. Nou ja, je kan voorstellen. Ik kies heel vaak voor de vragen voor 1980, omdat ik dat een hele gave, super tijdperk vind. Nou, dus heb jij een PlayStation, ja, Knowledge is Power voor twee tientjes, kun je kopen. En echt, je hebt heel, heel lang plezier ervan. Ik heb ook de originele, maar die was niet echt op basis van die tijdperken. En nu wel, dus nou krijg je een beetje retro smash smaakje. Wat nog verder te vertellen. Ja, joh, ik heb best wel moeite gehad met deze weekvlog. En niet zozeer qua inspiratie, want die heb ik altijd wel. Maar qua tijd. Ik zit hier op mijn bedrijf Advertising Heroes. En wij maken social media campagnes. Dus als mensen veel van hun producten of diensten willen verkopen via social media, dan moeten ze bij ons zijn. Want ja, dat doen wij. Wij weten alles van algoritme, het adverteren, het maken van content. En dat is best druk daarmee. En dat gaat best goed. En we hebben natuurlijk de Podcast Unlimited abonnement. Wil je meer weten? Mag mezelf best wel even pluggen. Kijk maar eens op advertisingheroes.com. Dan zie je ook wel filmpjes wat we eigenlijk doen. En natuurlijk de podcast die we doen. We zitten dan heel vaak met de podcast van Advertising Heroes op nummer 1 marketing bij de Apple Podcast.
Dus ik ben wel iemand die enorm een strevertje is. Ik wil het beste doen voor mijn klanten, want ja, daarvoor huren ze ons ook in. En ik heb eens even met de afgelopen weken, maanden geëvalueerd over de weekvlog. Want het kost best veel tijd. We zijn ongeveer met één weekvlog ben je al snel 5 tot 8 uur bezig per week om het te maken, te editen, te exporteren, visuals te maken. Nou, mensen die veel vloggen en het heel serieus doen, die weten wel wat erbij te kijken komt. Ja, dat kost mij gewoon te veel tijd. Dus, want ik heb een bedrijf en daar, ja, dat is natuurlijk mijn passie. Ik vind retrospectief wel heel leuk om te kijken hoe dingen lopen. Wat ik daarvan kan leren voor mijn bedrijf Advertising Heroes. Maar ik ga je wel vertellen, dit is wel een van de laatste weekvlogs op deze manier die ik maak. Ik ga natuurlijk wel door met de livestreams, want ik ben meer een podcastman, ben ik ook een beetje achtergekomen. Radio maken, maar dan online. Vind ik superleuk wat ik met Michael doe. En natuurlijk hebben we dan ook de livestream erbij. Ik heb met Michael er ook nog over gehad. Michael is echt een YouTube-man. En ik ben ja toch meer een podcast. Dat is mijn passie. En ik zie ook dat wij voor klanten heel veel omzet maken door middel van podcasts. YouTube vind ik toch een moeilijker verhaal, om heel eerlijk te zijn. Want je hebt veel meer nodig eigenlijk om uiteindelijk tot rendement te komen voor een bedrijf. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ik ben natuurlijk wel gek op podcast. Misschien ben ik wel achtergekomen door het vloggen. Ik vind het superleuk, dat kost heel veel tijd. En ik leef, als je wil weten van, ik lees iedere week een management, marketing en zelfontwikkelingsboek. Dus ik ben altijd beter van, hoe kunnen we dingen beter maken? En dat doen we dan ook. Maar een van de dingen die mij tegenviel voor het maken van de weekvlog, ik vind het superleuk, is A, de tijd. En B, ik zie dat als ik kijk naar het bereik, we hebben 100... Toen ik een paar weken geleden, of dat is een paar maanden vanaf december eigenlijk begon met de weekvlog, dacht ik van, we hebben 122 abonnees, dat moet wel snel te verdubbelen zijn. Nou, dat gaat best moeilijk. Want we zitten nu op 139 abonnees, terwijl ik dit opneem. En we zaten op 140, dus iemand heeft zichzelf nog weer uitgeschreven. En toen dacht ik van, het is een hobby. Hè? Dus zo moet je er ook naar kijken, dat hoor ik ook van iedereen. Maar heel eerlijk, ja, ik ben toch een commerciële jongen. Ik wil toch iets laten groeien en op een snelle manier. En misschien ben ik wel meer een podcastman. Hè? Moet ik ook heel eerlijk in zijn. Dus ik vind het superleuk. De livestreams en podcast, dat is echt op mijn lijf geschreven. Dat vind ik juist heel erg leuk om te doen. Het vloggen misschien af en toe. Maar ja, dat is voor mij ook een zoektocht. Maar ja, weet je. En waarom ik dat zeg? Ik ben bezig met het schrijven van 2 boeken. De eerste is jouw podcast, jouw geldmachine. Waarom kan ik dat zo zeggen? Omdat wij heel veel bedrijven hebben geholpen om geld te verdienen met podcasten. Hebben wij echt een iets voor ontwikkeld. Heel gaaf. Het tweede boek wat ik met iemand anders ga schrijven, mag je ook best weten, dat is veel omzet, geen gezeik. En omzet kun je ook eigenlijk alles wat je wilt plussen. En normaal als je iets begint, nieuw avontuur, of je gaat voor een bedrijf iets beginnen, begin je altijd in een kwadrant. Weinig omzet, of geen omzet, geen gezeik. Laten we dat maar noemen, geen omzet, geen gezeik. En vervolgens wordt het bijna altijd veel omzet, veel gezeik. En je probeert natuurlijk in de kwadrant te komen, veel omzet, geen gezeik. En als je in de kwadrant komt, en zo werk ik echt zelf ook altijd. Als ik in de kwadrant terechtkomt, geen omzet, veel gezeik, dan weet je, dan moet er iets veranderen. En dat merk ik nu een beetje bij de weekvlog. Geen omzet, veel gezeik. En daar bedoel ik meer mee de druk van tijd die je hebt om iets te maken. En dan staat mijn eigen business weer in de weg. Dus vandaar dat ik of moet kijken, zit er een soort verdienmodel aan dit hele gebeuren? En verdienmodel, ik hoef het niet aan te verdienen. Maar kan ik het op een manier laten groeien waardoor er weer bijvoorbeeld maatschappelijk kapitaal ontstaat? Dat er leuke relaties door ontstaan, wat ik natuurlijk ook heel belangrijk vind. Of is dat er gewoon niet? Want... ik heb na de laatste weken daar gewoon heel streng naar gekeken. En misschien is het zo dat ik ontzettend vlam met podcast, dat supergoed gaat. Maar dat vloggen voor mij te lange adem is. En als iets goed gaat, waarom zou je dan investeren in iets wat je nog helemaal moet ontwikkelen?
Dus dat zijn allemaal dingen waar ik nu bij stilsta. Wat super, ja, super leuk natuurlijk is om te kijken van oké, wat kun je er precies mee? Maar zoals ik er nu voor sta, denk ik dat de livestreams en de podcast van Retro Smash, dat is op mijn lijf geschreven. Vind ik ook super leuk om te doen. Maar dat de weekvlogs vanaf februari, dat ik zo gewoon iets anders ermee ga doen. Desalniettemin heb ik denk ik weer een superleuke weekvlog voor jullie. En helemaal aan het einde heb ik een soort verrassing voor je. Want volgende week hebben Michael en ik met een heel speciale gast een superleuke livestream. Daar verheug ik me persoonlijk ontzettend op. En als ik zeg persoonlijk, en je hebt mijn weekvlogs een beetje gevolgd, dan weet je wel, heb je wel een gevoel. Als je de naam van die persoon hoort, waarom ik dit zo tof ga vinden. Maar dat zie je helemaal aan het einde. Heel veel plezier met de komende weekvlog. Ik heb hem binnen, de She-Hulk Omnibus van John Byrne. Een leuke unpacking leek me wel even op zijn plaats. Ik had hem eigenlijk besteld een andere voorkant. Ik laat het nu wel even zien in deze video. Ik heb toch eigenlijk deze gekregen. Dat vind ik ook niet verkeerd hoor. Volgens mij meer. Ik dacht ook dat het ik wist ook niet of het dezelfde verhalen waren in de eerste plaats. Toen heb ik even gecheckt, bleek dat het gewoon hetzelfde was. Maar die andere voorkant, ja, dat blijkt nog wat zeldzamer te zijn. Maar dat weten jullie beter volgens mij dan ik. Het is een omnibus. Ik ben dol op omnibussen. Vooral als ik mijn strategie is nu als volgt. Als ik een comic heb gelezen in Marvel Unlimited. En als ik hem echt heel tof vind, echt heel tof, dan ga ik op zoek naar een omnibus of iets anders. Dat ik hem ook fysiek heb. En zo kun je heel veel mooie dingen ontdekken. Ik laat eens even zien dat, ja, dit is de sleeve. Het is dezelfde sleeve zoals je ziet. Ik haal hem er toch even van af, zodat ik even... Het is toch altijd een beetje eng dat ik niks beschadig. Hop. Laat ik eerst even de sleeve zien. Hoe ziet die eruit? Het is heel mooi. De hardcovers. Tenminste, de... Buy this comics or she'll rip up all your X-Men hardcovers too. Dus dit zijn eigenlijk de covers waar deze eigenlijk is opgebouwd. En hier, deze zou eigenlijk dan de cover zijn. De sleeve zijn voor deze omnibus. Is die niet, is niet erg. Maar hij zit er toch even tussen. Dus dat is wel even heel gaaf. De voorkant, de zijkant, Marvel Omnibus. Ja, en zoals jullie misschien weten, She-Hulk nummer 4 van Junior Press was de allereerste die ik ooit heb gekocht. De allereerste comic die ik ooit heb gekocht. En hierboven staat She-Hulk Smashes the Fourth Wall. En dit is wel wat ze eigenlijk doet, voordat Deadpool er eigenlijk mee begon. En hier gaat het een stukje over John Byrne. Hartstikke goed. Nou, dan gaan we even voorzichtig weg. Ja, en zelf, hoe ziet hij eruit? Dit is de zijkant van de She-Hulk John Byrne. Ah, kijk, aan de achterkant is eigenlijk de voorkant van die sleeve die ik extra heb. Het is de nummer 1 van de Junior Press. Tenminste, van zoals die door Junior Press destijds is uitgebracht. Ik heb mijn Junior Press comics er even bij gepakt. Dit is nummer 1. En die ontbreekt bij mij nog. Ik heb wel altijd gehad, maar dat is altijd met een verzameling. Je bent er zo blij mee. Uiteindelijk, ja, dan denk je van waar is hij gebleven? Nummer 10. Ik ga hier nog eens een keer... extra een ook behandelen in de leestip. Want laten we eerlijk zijn, de She-Hulk is bij mij zoals bij mij begonnen is. Wel een mooie cover trouwens. The Lady Kills the Blues. Wolfman. Reden en razernij nummer 5. En dit is eigenlijk degene, de issue die, ja, waar ik eigenlijk mee ben begonnen. Bij het lezen van comics. Dus hoe vet is dat niet? Nummer 3. En nummer 2. En nummer 1 heb ik dus nog niet. Dus daar moet ik echt op zoek gaan. Want hoe raar is het niet dat de issue waar het ooit bij mij mee is begonnen, dat ik nummer 1 mis. Ik heb hem wel gehad, maar ja, ik weet niet waar die is gebleven. Heel raar. Nou, door al die jaren heen raak je wel eens wat kwijt. Even kijken. Volgens mij Stephen King heeft een keer wat over gelezen. Kleine mannetjes die alles opruimen als je even niet kijkt.
En dat was volgens mij in het boek van Insomnia. Dus misschien is mij dat ook overkomen. Oké, en ja, hoe is hij verder gebonden? Ja, heel netjes. Ik heb eens gehoord dat er een soort ronde binding is bij anderen. En deze is een rechte binding. Ja, wat dat allemaal precies inhoudt en of dat beter is, dat weet ik niet. Want ik ben niet een boekenbinder specialist. Maar het ziet er mooi uit. Dit vind ik dus heel gaaf. Hè, dat ze dit mooi groen hebben gelaten. Want dat past gewoon echt ontzettend goed bij de She-Hulk. En hier komt ze even door. In de fourth wall komt ze even John of jou als bezoeker even lastigvallen. En dat mag She-Hulk. Als iemand dat mag doen, is She-Hulk dat wel. Dus kijk hoe dit er mooi uitziet. Ja, hier verheug ik me echt op. Want deze heb ik niet gelezen. Want dit is allemaal een voorverhaal als het ware volgens mij. Dus dat is voor mij even helemaal nieuw. Maar eens kijken hoe mooi dit eruit ziet. Ja, She-Hulk blijft gewoon. En het tekenwerk is natuurlijk wel fantastisch. Ja, heel gaaf. Maar ik ben even benieuwd waar het voor mij even helder wordt. Tenminste helder. Waar het voor mij wat bekender wordt. Deze komt mij ook nog onbekend voor. En dit is de Ringmaster. En volgens mij heb ik hem vanaf hier. Ja, vanaf deze comic ken ik hem. Want zo staat hij hem als issue nummer 1. Ook in Marvel Unlimited app. Waar ik natuurlijk lid van ben. In mijn vorige weekvlog heb ik er al iets over verteld. En dat heeft me ook geïnspireerd om deze te kopen. En ik ben heel blij dat ik hem nu echt heb. Mooi kwalitatief papier. Ik denk dat dit wat dikker is. Maar ik kan me ook vergissen. Dit papier. Dat is grappig. Hoe de perceptie iets met je doet. Kijk, dit lijkt wel een beetje meer op de Savage She-Hulk. Maar dit ziet er toch fantastisch uit. Spider-Man komt nog even terug. Dat heb ik vorige week ook laten zien. In de weekvlog. En dit vond ik dus super leuk. Dat je hier een headless She-Hulk ziet. En je denkt ook, ga er niks over vertellen. Maar je denkt van, hun. En hier zie je alleen het hoofd van de She-Hulk. En dan denk je, wat is aan de hand? Hebben ze haar hoofd inderdaad van afgezaagd? Omdat die man die is de bad guy. Ja, die probeert haar toch een beetje uit elkaar te solderen als het ware. En er iets anders van te maken. Super grappig. En eigenlijk is er een man die uiteindelijk beslist dat hij niet het lichaam van de She-Hulk wil hebben. Maar, want het lijkt natuurlijk nergens op, maar het lichaam van Spider-Man. Nou, een heel bizar verhaal, maar wel supergoed. Ik kan niet anders zeggen. Ja, en dit vind ik ook geweldig. Dat is een dame, die heeft in de jaren, 40, 50, furoren gemaakt in de Marvel Comics. Maar daarna is ze als character nooit meer gebruikt. En dit is een theorie, wat ik heel grappig vind, is dat ze eigenlijk tegen de She-Hulk vertelt. Ja, weet je, ik was vroeger een superheld, ook in het Marvel-universum. Maar omdat ze mij nooit meer hebben gebruikt, ik ben gewoon ouder geworden. En als je toch weer in de comics komt, dan word je vanzelf weer, of dan blijf je gewoon voor altijd jong. Blijf je altijd dezelfde age, altijd dezelfde leeftijd. En daarom wil ze weer terugkomen in de comics. Nou, dat is toch een bizar goed verhaal. Daar hou ik van dat soort rariteiten. Ook een bizar verhaal, wat als je een afstandsbediening krijgt, dat je gezogen wordt in een tv-serie, waar die wat realistischer eigenlijk is gemaakt. En hier zie je Tom en Jerry, maar dan realistischer, daar wordt ze ingezogen. En die verwijzingen zijn natuurlijk fantastisch. Een soort Jurassic Park, wat je hier ziet, wat er dan gebeurt. En dit is ook Dr. Bong. En ja, de She-Hulk denkt ook van, jeetje man. De Fantastic Four hebben echt een gave superheld of een superschurk, Dr. Doom. En ik heb Dr. Bong. Ja, zit knipoogding naar Howard the Duck. En ze komt ook nog even bij, wij noemen het dan Robocop. Hier heeft hij een andere naam. Want daar komt ze dan even in de tv-serie terecht. En dan moet ze ook nog even mee dealen. Dat komt allemaal door die rare afstandsbediening. Dit vind ik dus ook heel grappig. Ze wil dan opeens terugkomen. De shortcut naar de control panel van Dr. Bong. En dan scheurt ze. En dan moet ze even kijken. De Big Bugs comic. Waar ze naartoe moet om daar terug te komen. Dus het is een bizarre strip. Wat gewoon super grappig is. En toevallig ben ik nu
hier dat ze de Fantastic Four gebruikt als een soort bal om zichzelf te bouncen richting de sky om een raket daarop mee te gaan. Ja, jongens, dat is toch geweldig. Dus dit zijn voor mij ook de comics. Dit is trouwens, ik sla meteen open. Ik weet dat dit in de tijd dat Demi Moore zwanger was, dat ze volgens mij op de... Ze stond op een bepaald blad, Demi Moore, met haar buik. En dit is een knipoog van John Byrne naar die foto. En ziet er goed uit. Natuurlijk is ze niet zwanger, maar tenminste, She-Hulk niet, maar is gewoon een bal. Ja, jongens, ik ga hiervan genieten, weet ik nu al. En waar koop je ook zoiets voor? Natuurlijk omdat je dan van John Byrne eigenlijk alle afleveringen waar hij mee in is betrokken, zonder dat je te veel van het verhaal mist van de andere bedenkers van deze serie. Want hij is ook een paar keer tussenuit geweest, heb ik vernomen. Maar daar moet ik mezelf nog even induiken. Maar zo kun je het allemaal wel heel goed volgen. En hier heb je natuurlijk wat meer informatie over de She-Hulk zelf. Ook een interview met John Byrne. Wat natuurlijk ook nog wel leeswaardig maakt. En ga je lekker in verdiepen. Ik kan hier nu weinig over She-Mail. Ook trouwens goed. Hou ik wel van. Ik kan hier nu nog weinig over vertellen over het laatste. Omdat ik dan nog gewoon moet lezen. Dat heb ik in mijn leven nog nooit gelezen. Nogmaals, ik heb eigenlijk altijd de Junior Press comics gelezen. En dat is eigenlijk hoe de She-Hulk voor mij ooit is begonnen. Nou, ik ga lekker lezen. Als jij een tip voor me hebt dat je zegt, oh, Jacques, hou je van de She-Hulk, dan moet je dit ook lezen. Of hou deze issue in deze omnibus ook even in de gaten. Of je hebt er wat meer info over. Ja, jongen, ik ben er dol op. Laat me het weten. Ik zie hier dat hier twee pagina's aan elkaar zitten. Misschien door de druk, maar oeh, kijk eens wat ik opeens zie. Helemaal aan het eind. Is het een grapje? Ja, ik denk een foutje. Een foutje van de drukker. Maar hoe ga ik hiermee om? Hoe zou jij hiermee omgaan, jongens? Ik heb geen zin meer om terug te sturen. Gewoon losscheuren. Denk het wel, hè? Ja. En misschien wordt hij wel meer waard. Misschien een misprint dat hij meer waard wordt. Dat hij zo stiekem een beetje zo moet lezen. Dat is jammer, hè? Maar goed, dat maakt mij pret niet minder om. Goed, ik ga lekker lezen. Nou, misschien herinner je het nog van vorige week. Ik had een Marantz stereo set gekregen van Jan, maar die deed het niet. Maar Jan is zo vriendelijk geweest om weer even langs te komen en te kijken of hij hem kon repareren. En hoe dat is afgelopen, dat zie je nu. Moet je opletten. Ja. Als je naar dit gaat, kijk, dan gaat dat cassettebandje, dat hoort dan zo te gaan. Zie je dat? En dan hoort dan dadelijk, kijk. Iets te bewegen en dat moet dan blijven zitten. Maar wat er dus gebeurt, kijk, is dat hij blijft steken zo. Zie je dat? Hij gaat dan verder. Dus iets... Zorgt ervoor. Dus dat is toch die veer, denk ik. Ja. Die dan toch wat sterker nog... Want je hebt een veertje gevonden, hè? Ja, kijk. Deze veer, die moet hierin. Ergens... En dat is dan de oplossing, denk ik. Want het probleem was, we deden hem aan en alleen de playtoets zagen we in beeld. Maar kijk, voor de rest hij blijft gespeuren... spelen, maar er gebeurt niks. Gebeurt niks. Maar nou inmiddels wel, dus dat is goed. Dat is al een vooruitgang. En nu gaat hij draaien, volgens mij. Ja, hij loopt. Ja, hij loopt. Oké, okay. Nou, dan kijken of we... We komen zo weer terug bij Jan, maar eerst het slechte nieuws. Efteling Spookkasteel gaat dicht. Jeetje. Willen we iets meer weten over het Spookkasteel, dan is het ook leuk om dit boek even te bekijken. Dus de Efteling, Chroniek van een Sprookje. Ik heb hem al gekocht in de Efteling zelf. Ik weet niet of het nog steeds verkrijgbaar is. Ik denk het wel, maar niet in deze uitvoering, want dit is natuurlijk een wat oudere. En volgens mij wordt het altijd wel een beetje geüpdate. Dan moeten we even naar het jaar 1978, want dat was het jaar dat het Spookkasteel het licht zag binnen de Efteling. En volgens mij was men al in 1974 of 75 al begonnen met de plannen daarmee. Dus even kijken waar we nu zijn. 79, moeten we een jaartje terugkijken. Hier komen we er al aan. Kijk, hier staat het eigenlijk al. De Efteling. In 1978 noteert de Efteling aan het eind van het jaarseizoen bijna 1,5 miljoen bezoekers. En dat was echt grandioos veel. En hier staat ook dat in de geschiedenis van de Efteling staat 1978 te boek als een fantastisch jaar.
Het 25-jarig jubileum wordt gevierd en het spookslot wordt geopend. Ze hebben nog nooit zoveel geld gestoken in een ontwerp tot die tijd. Als je even ziet wat eigenlijk allemaal gebeurt. Kate Bush, wie kent haar niet? Dus Engelse zangeres die 1978 Foo Fighters maakt met de LP Wuthering Heights, maakt in dit jaar een opvallende locatie haar Nederlandse tv-debuut. Ze was toen 19 jaar en ja, natuurlijk, het past er heel goed bij. Dit verhaal gaat een beetje over de ontwikkeling van de spookslot. Wat mij opviel, vroeger had je de tv-serie Voor de Vuist Weg met Willem Duis. Eigenlijk de ontwerper van het spookkasteel was Ton van de Ven. Heel mooi is dat hij was ergens hier. Ja, hier zie je het, Ton van de Ven. Er wordt gevraagd van of hij nu veel afweet van spoken en geesten. Vraag van Duis aan Van de Ven. Zegt hij tamelijk veel. Ik heb me 1,5 jaar bezig gehouden met allerlei spookverschijnselen, spiritisme, occultisme, evaluaties en andere spookbeelden van deze tijd, zoals ook het feminisme. Nou, dat is natuurlijk een grap. En die was een van de kluts, staat hier, Willem Duis, maar hij kon de grap wel waarderen. Ja, dit verhaal gaat een beetje van ja, wat ze eigenlijk allemaal hebben gedaan. Dat het ook een van de weinige dingen is, of een van de eerste dingen waar het bouwteam, de interne bouwteam van de Efteling, niet bij betrokken was, maar een extern bedrijf. Dat men dat ja, toch niet in het begin kon waarderen, maar toen men zag hoe zwaar het was en hoe massief die stenen waren, ja, toen werd het ook al duidelijk dat daar gewoon een ander bedrijf voor moest komen. 400.000 stenen van 800 kubieke meter beton. Voor de voeding van licht, beweging en geluid wordt er 10.000 meter kabels, 1000 meter persluchtleiding gebruikt. Het geluid wordt via bandrecorders, 12 versterkers en 116 luidsprekers bij de oren van de bezoekers gebracht. 500 spots en andere lichtbronnen zorgen voor de grimmige verlichting. Ja, jongens, gaat gewoon voorbij. Ik snap niet waarom ze dit niet hebben geüpdate, want het spookkasteel is toch fantastisch. Ik bedoel, bij het Sprookjesbos hoort natuurlijk een spookkasteel. Ja, zouden ze nu ook zelfs het Sprookjesbos laten saneren? Want ja, zo gek is het nog niet. Want als we het hebben over waar we nu mee bezig zijn. Ik vraag me gewoon echt af. Ik kan me wel voorstellen dat ze er iets mee gaan doen. Want als ik bij de Efteling was, kwamen ook steeds minder mensen hier naartoe. Eerlijk gezegd, dit was voor mij de reden om jaarlijks een uitje te doen. Want ik hou van het nummer Dans Macabre. En als jongetje was ik helemaal betoverd door het spookkasteel. Maar het is natuurlijk wel... Ik vind het echt jammer. Het is bijna een Nederlands monument wat nu wordt gesloopt. Is eeuwig zonde, eeuwig zonde. En ook jammer dat ze niet gaan updaten. Want ik weet zeker dat... ik vind Dans Macabre hoort gewoon. Een spookkasteel hoort gewoon bij de Efteling. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het echt heel jammer. Wat wel leuk is even om te vertellen. Ik had deze besteld. Sprookjes op de Efteling. Een sprookjesbandje. Via Marktplaats. En dan kun je zien, toeval bestaat niet. Ik had deze besteld. En op een gegeven moment zei ik dat tegen Maaike. En Maaike zei tegen mij, nou, je weet nooit wat ik zag en wat ik heb besteld. De LP-versie. En dat is al een tijdje geleden. Maar ik dacht van, ik wil je nog steeds een keer laten zien. Spook op de Efteling. Hier staat een briljant sprookje op. Trouwens, de jongen die op reis ging om griezelen te leren. Je kan hem gewoon helemaal luisteren. Deze verhalen. Want ze staan nog steeds op Spotify. Dus ik doe de link wel even in de show notes erbij. Maar dit is toch fantastisch. En dat moet ik zeggen. Wat een gaaf beeld is dit. Dit wil ik nog wel ergens een keer gestileerd op een t-shirt hebben. Want dit is toch een fantastisch beeld dit. Dus spoken op de Efteling. Ik ga het missen. Ik vind het ontzettend jammer dat dit voorbij gaat. Dat kan ik genoeg benadrukken. En dit jaar voor de laatste keer bezoeken. Ik vind het... Wat vind jij ervan? Laat het weten in de reacties. Ben je net zo van overdonderd als ik? Ik ben echt van een beetje van overdonderd. Het is echt een... Het is bijna alsof de Efteling gaat sluiten. Zo voelt het voor mij. Nou, spook op de Efteling.
De reparatie van de Marantset gaat gestaag door. We kijken even mee. En hoe gaat het? Ja, volgens mij gaat het de goede kant op. Kijk, hij is bijna helemaal heel. Okay. Ja, nog eventjes. Maar er kwam net muziek uit. Dat is ja, er kwam al muziek uit, dat klopt. Maar volgens mij gaat het de goede kant op. En dat is wel het leuke van die oude dingen. Ja. Die kunnen nog uit elkaar schroeven. En die kun je straks er ook in elkaar zetten dan. Ah, oh, bijzonder. Maar we hebben dus dit veertje. Ja. Cool. En vroeger zaten er nog veertjes in apparaten namelijk. Maar het is... Dus als we weten waar die zit... En we krijgen het dan voor elkaar dat als die dicht gaat... Kijk, ik zal het even laten zien. Ja, want het probleem zit eigenlijk... Kijk, ik zal het even laten zien... Doe hem even open. Kijk, hier. Kijk, als hij nou dicht gaat. Zo. Dan moet dit klepje zo. Want dan gaat namelijk het cassettebandje. Kijk, bandje erin doen. Zo. Kijk, en het cassettebandje moet net. Bam. Zo. Die klik. Je hoort dan ook die klik. Ja, absoluut. Nou, en waarschijnlijk heeft dat te maken met het veertje wat dan net... Dit doet. Oké, okay, en dan gaan we even kijken of we een plekje kunnen vinden voor het veertje. Hmm. Kijk. Jan, deze deed het ook niet. Wat deed het niet en wat heb je gedaan? Nou, even de stekker er weer in drinken. Ja, slim. Dat helpt. Maar wat er niet deed, is je legde er een cd'tje in. En dan gebeurde er niks. En wat bleek? Kijk, hier zit onder... Daar zit een oogje, als je daar goed tussen kijkt. Ja. Ja. Dat was helemaal vies. Dus dat heb ik netjes met schoonmaakspul. Even kijken, je hebt dit gebruikt. De Invisible Air Duster en natuurlijk het wondermiddel. Dat is het wel een beetje. Ja, daarmee, dat heb ik gedaan op het loopwerk. Op het loopwerk. En met een wattenstaafje heb ik zo, kijk. Gewoon zo heb ik dat oogje zo gemaakt. Cool. Een beetje alcohol. Nou. En dat is wel leuk om te zien hoe dat dan werkt, hè? Kijk, het blijft altijd een beetje hangen, zo hebben zin. Oké. En nou gaat hij. Kijk. Nou, dan gaan we naar... Even een muziekje. Een nummer. En hij doet het gewoon weer. Leuk, hè? Met wc-papier en wattenstaafjes en wat vakmanschap. En dan kom je heel ver. Ja. Nou, de cd-speler doet het, nu alleen nog de cassettedek. Een mooi moment voor een luistertip. Ik was de leestip aan het opnemen van de She-Hulk en toen realiseerde ik mij iets. Comics, muziek, wat ik altijd heel veel heb gedraaid, die sleep ik dan altijd mee. En wat er dan gebeurt is dat ik ze kwijtraak. Of dat ik nog wel de hoesjes nog steeds heb. Maar dat de cd's ontbreken. En dat is super jammer. Dus dit was namelijk een van mijn favoriete cd's. De Phil Collins 12 inches. Ja, ik noem ze dus eigenlijk... wat zijn het? Het zijn weeskinderen. Mijn weeskinderen zijn ergens rond de moeder. En dan heb ik het even over. Of de vader, het hoesje. Die ligt bij mij. Maar de weesjes, ja, die zijn er gewoon even niet meer. Dus... dat vind ik super zonde, want dit was eigenlijk altijd een van mijn favoriete albums om te draaien. Dat was Phil Collins' 12 Inches. Ik heb het destijds inderdaad nog 25 gulden voor betaald. En heerlijke muziek. Take Me Home, The Studio. Who Said I Would, Only You Know and I Know, Don't Lose My Number and One More Night. Echt een geweldig album. Dus, en misschien ligt hij ergens nog wel thuis, hoewel ik dat betwijfel. Want ik ben toch wel vaak verhuisd. Ik denk dat hij ergens kwijt is geraakt. Dat hij ergens zaken die ik nooit weg doe. Omdat ik nog altijd de stille hoop heb dat het kind terugkomt. Dus Nou, dit is wel een super aanrader. Hij staat nog steeds op Spotify. Maar het doet toch een beetje pijn. Want ik mis het weesje nog steeds. Komt hij de truc? Absoluut. Visitekaartje. En een plastic. Daar kun je echt alles mee maken. Ja. Oké. Okay. Aanduwen. En. Oh. En we hebben muziek. Nou, dat is ook weer gedaan. Ja, maar wat is ook.
Je hebt gewoon wc-papier nodig en een visitekaartje. Ja, dus daar komt het gewoon op neer. En ik doe het gewoon. Kom, we hebben nog een keer in de truc. Hè? En dat komt allemaal. Kijk, zo, heb je dit gewoon zo. Klaar. Ja, dan wordt hij aangedrukt en dan kun je. Nou, en wat is de truc gewoon? Omdat dit kleine veertje afgebroken was. Dit hele kleine frutpieken. Oh, ga ik even inzoomen. Ja, we hebben hem. Dit pinnetje. Ja, dit pinnetje. Is afgebroken. Ja. Daar. Ja, en dat is gewoon niet meer superlijm te lijmen of zo. Nee, dus dat... Maar dus met een... We hebben een volledig functioneel apparaat. Kijk, met Dolby B. Nou... Dolby C. Toch geweldig. Zo hij maken ze zelfs, dingen niet meer. Hij kan zelfs blijven doorspelen. Dat hij zichzelf herhaalt. En, volgens mij, spoelt hij gewoon. Ja. Kijk, hoor dan. Dit is geweldig. Echt net zo leuk weer. Ja, top. Hij doet het. Nou, top man. We hebben weer een werkende set. Ja, de laatste weekvlog. Volgende week hebben we wel weer een hele gave livestream. Welke? Dat zie je nu. Ik zit hier met Koen Maas. Koen Maas is eigenlijk de geestelijke vader van de perfecte podcast. En we hebben we kunnen een primeurtje delen, Koen. Ja, zaterdag 5 februari gaan wij met z'n tweeën, nee, met z'n drieën. Met z'n drieën, ja, precies, met Michael erbij. Michael Minnebo is er ook bij. Gaan wij een uur lang praten over eigenlijk de mooiste strip van het westelijk halfrond, Suske en Wiske. Ja, precies, want ik kreeg heel veel vragen van wat is nou de leesvolgorde van Suske en Wiske? Wat is nu de blauwe reeks? En nog veel meer andere zaken. En als mensen nog vragen hebben, laat ze dat gewoon even hierachter onder de reacties. Of in de reacties. En dan pakken wij die vragen op. Maar ook tijdens de uitzending zelf. Livestream. Zie je een live chatje. En wij pakken die vragen wel op tijdens onze live uitzending. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb de boekenkast binnen handbereik. Dus als mensen live vragen hebben of iets willen zien of horen. Dan trekken we het er gewoon bij. Nou, ik heb er heel veel zin in. Zaterdag 5 februari om 11 uur. Michael, Koen en ik live. Om te praten over toch wel... Een van de leukste duo's, misschien wel het leukste duo van Nederland-België. Ja. Toch? Tot dan. Zeker weten. Hoi. Volgende week dus live met Koen Maas en Michael Minnebo. En ikzelf natuurlijk. Koen Maas van de Perfecte Podcast. We gaan het echt helemaal hebben over Suske en Wiske. Ik verheug me er zo ontzettend op. Volgende week dus om 11 uur de livestream podcast. En ja, dit was vooralsnog de laatste weekvlog. Omdat het gewoon heel veel werk is. Maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En volgende week dus de podcast/livestream. Zoals je misschien weet was ik een aantal weken geleden met Maaike bij de Efteling. En daar hebben we deze opname gemaakt. En dat leek me een super goede afsluiter voor deze weekvlog. Tot volgende week, tot de livestream. Hoi!